Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corine. En de meesten begon daar zijn gewoon weer bij aanbeland. Ja, ja. Het is vandaag alweer vrijdag 5 juli. Ja, en dat allemaal in het jaar 2024 nog steeds. Ja, yeah. Zal het ook nog even blijven, maar de tijd gaat wel hard hoor. Ja, echt. En de tijd is 10:10. Via Google Hub, want ik heb de computer nog niet aan. Nee, want ik ga toch weg. Dus waar moet de computer dan al aan? Kijk, ben ik maar eventjes weg. Oké, maar ik ga lopend weg. En ik moet een fysio. Maar ik wil eventjes via een omweg naar huis. Dus ja, hoe laat ik thuis ben, Joost mag het weten. Maar ik ga eerst even met de meisjes lopen. Ja, want dit moeten we lopen hier wel eventjes krijgen. Ik ben netjes gekleed, ik heb een lange rok aan, dus ja, ik moet om mijn stoel denken, want anders sleept hij op de grond, dus ik moet het tussen mijn benen hebben, ja. En ik heb die rok al een hele tijd niet meer aangehad, die ik ooit op de Juttetjesmarkt gekocht. Nou ja, dit truitje past er ook bij, ja. Dus past bij zoveel kleding, ja. Dus dan doe je het er maar weer bij. En het is, hoeveel graden? Die zegt 17. Computer kan ik nou dus niet zien. Gaan we even de telefoon erbij halen. En laten we 17, maar het voelt als 16. Nou, dat is maar 1 graadje. Ja. Het waait wel, zegt hij. Want hij doet zo, dat poppetje. En blaadjes gaan eromheen. Dat betekent dat het wel waait. Ja, dus ja, dat dus. Het zonnetje schijnt zo nu en dan en het is bewolkt. Het is grijs, het is grauw en hier even daar een gaatje met iets blauw erdoor en het zonnetje. Ja, dus we wachten het gewoon af. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet gewoon. Neem jullie wel mee. Ja, ook. Die camera neem ik mee, maar of ik vlog, dat is vraag 2. En dat rent. Mee 2. Ja, dat rent. Dus ja, ik neem jullie gewoon wel mee, maar ik... Ja, hallo, ik weet niet wat ik tegenkom, hè. Ja, ik ben lopend, dus we zullen het beleven. Ja, we zullen het beleven. Dus ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. Mag geniet ook gewoon een beetje met mij mee? Ja, toch? Dan kunnen we samen genieten. Hé, Elwin? Ja, zeg maar ja tegen het leven. Ja, dat dus. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis met de meisjes. En ja, helaas, ik kan de camera niet meenemen. Ik moet met mijn mobiel doen. Ja, want helaas, pindakaas. Mag ik er even bij, meisjes? Mag ik er even bij? Dank u. Ja. Ik denk dat jullie het nog wel kunnen zien. Het regent. En we krijgen allemaal van die kleine buitjes. Wat eigenlijk niet zoveel betekent, maar deze camera kan er niet tegen. Zo simpel is dat. Mijn mobiel die kan er beter tegen dan deze camera. Ja, dat wil je dus niet hebben. Nee. Nee hè, Rijka? Nee hè? Het is een beetje nattig buiten hè? Ja hè? Ja, en het waait heel hard hè? We waaien zo wat uit onze jasjes vandaan. Maar het is niet koud, nee. Hé, Elwin? Nee, ja. Nee, schatje. Nou, ik heb mijn rollator voor de tweede ronde alweer klaarstaan. Om, zo meteen. Hoe laat leven we? 2:01 en ik moet er om 2:30 wezen bij de visio. Dus ja, dat dus. Dus dan gaan we straks wel weer naar, oh jee, ik ben wat vergeten, de stopcontact te halen. En dat is mijn adapter van de telefoon. Ja, zo, kijk, leuk hè. Ja, helemaal geweldig. Hé, dametjes van het goede leven. En mijn kereltjes boven. Ja. Dat dus. Maar ja, we moeten er straks toch doorheen. Dan heb ik ook nog een lange rok aan. Nou ja, het is een stofje dat is zomaar droog. Ja, het is zomaar droog. Hé, ja nou? Ja. Dus ja, ik ga nog eventjes, heel eventjes genieten. Even van de rust. En ik zeg wel
tot later. Ja. Hé, dametjes? Ja, nou. Ja. Dus doei doei. Ja, lieve vrienden, ik ga de hort op. Ik neem jullie wel mee. Jullie gaan als eerste gewoon in mijn tas, want het is nu weer droog. Ben ik ergens dat ik filmen kan, dan pak ik jullie er gewoon bij. Zo simpel. Dan kun je, ik wil zeggen, ja, meer kun je met je telefoon ook. Ja, dat is echt meer voor buiten, weet je. Of als ik jullie vergeet of zo. Of als ik geen zin heb en er komt toch alsnog iets leuks tegen. Dat dus. Jullie gaan gewoon in mijn tas. Zo simpel. Het is dan wel wat zwaar, maar ach. Hek voor jullie over. Ja, ik moet niet zeuren en niet peuwen. Ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet. En geniet een beetje mee. Ja, dat is Cape Holland. De verkeersregelaar, die staan er al. Ja, vanmiddag om 2 uur begint de kermis. Ja. En dan met 1 hand sturen, hier hebben we de kerk. En dan moeten we rechtdoor. Hoi. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Ja, het is even droog, dus het kan even. Dus waarom niet, hè? Ja. Dit is het pastoriehuisje. Dat dus. En waar de houtvos zit, daar woonde een vriendin van mij. Maar ja, ze moest eruit. Wordt allemaal gesloopt. Ja. Maar ja, ik ruim jullie weer even op. Met 1 hand die rollator besturen, dat voel ik wel aan mijn rechterkant. Ja. Dus. Nog een blik op Willemsoort. Nou ja, dit is ook allemaal dicht. Getimmerd. Dus. Ik ga allemaal tegen de vlakte. Behalve de mensen, nou ja, daar die stijgers. Dat gaat niet tegen de vlakte, wordt opgeknapt. Dus ja, dat is. Hier komen weer van die hoge herenhuizen te staan, zeg maar. Denk ik. Ja. Nou, tot later. Nou, en daar zitten we dan in de wachtkamer. Boekjes. Foldertjes. Ja. En daar een hele grote poort met allemaal fotootjes. Ja. Dus ja, dat dus. Dan heb je daar de verkeerslicht als jullie dat zien. Ja. Dus ja, dat dus. Dan weten jullie waar ik ongeveer ben. Ze zeggen geniet en tot later. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, ik ben bij fysiotherapie geweest. Die heeft me behoorlijk aangepakt. Ja. Ik ben er ook moe van. Maar ook ben ik bij Tiki geweest, bij mijn vriendin, dat, met dat winkeltje, weten jullie wel, met die mooie kleding. Ik mag daar ook filmen, maar ik heb het bewust nog niet gedaan, want ze had te veel hoofdpijn. Ja, en ze moet ook voor de klanten er wezen, hè. Dus ja, daarom heb ik nou niet gefilmd, dan moet ze er eigen, ja, ze moet er eigenlijk toneel spelen voor zichzelf, vanwege de klanten. Maar dat doet ze voor mij dan zelf weer niet. En dat maakt ook niet uit dat ze mee vriendinnen voor. Maar ik denk, ik laat haar lekker met rust. Maar ik had gisteren wat achteruit laten hangen. En dat heb ik nou ook opgehaald. Ja.
Enkel het regende aan één stuk door en van dat vuile, vieze, fijne radregen waar je niet vrolijk van wordt. Maar ja, nu is het trouwens alweer droog. En waarom prikt het hier allemaal? Dat is 2. Mijn andere ketting naar buiten, dat is 3. Zo. Ik ga het even pakken, het is geloof ik nog nat. Althans niet wat de zak is nat, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is echt zo baggervies. Ik moet even de prullenbak erbij hebben. Ik het daarop leggen. Zo. Kom jij eens even naar voren toe. Echt ba. Blij dat ik altijd een handdoek op mijn schoot heb. En ze heeft het aan stokjes laten hangen. Ja, en toen. Daar even. En gaan we die eventjes weer ergens anders ophangen. Dus ik laat jullie even staan. Kom nou, stok. Opa. En dan hebben we hier. Daar. Hoppa. 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 Dan moet ik staan blijven. Uitrollen, want ik weet bij hoge belaag niet hoe ze dit heb gedaan. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Ja, nou ja, het zit niet echt netjes, maar jullie zien het wel. Het is een lange jurk. Een hele lange jurk. Ik ken hem van de zomer aan, want er zitten geen mouwtjes in. En dit is een blouse, die zit eronder voor van de winter. Nou, wat wil ik nog meer? En ik had altijd al een nieuwe zwarte blouse willen hebben. Want alleen nog truien en blouses zonder kraag. Ja, wel met kant, maar dat is dan laag. Lage hals. Ik denk, ik wil een blouse. Nou, dan heb ik gelijk een blouse erbij. Ja. En aangezien dat zwart overal bij staat, kan ik het ook eens een keer bij iets anders aan. Dus ja, met een ceintuurtje. Nou ja, ik weet niet of ik dat ceintuurtje eraan hou. Kan net zo goed wezen dat ik hem eraf haal of zo. Ik weet het nog niet. Maar dat dus. Ik ben er wel weer blij mee. Ik ga hem even ophangen. Als dat wil. Als dat wil. Ga jij even naar achteren maar. Juist daar. Even de stokjes. De haakjes zo. Ja, echt. Weer een mooi. Dat wil nog niet. Dan ga je naar deze kant. Dan moet het wel willen. Zo. Super de super de super. Dus dat zeg ik, ik ken hem van de zomer aan. Zonder omdat het geen mouwen heeft. En van de winter kan ik hem ook gewoon aan. Met een blouse eronder. Of als ik ook nog een trui heb met een hangkolletje. Ja, kan ik hem ook aan. Zo. Een handdoek. Zo dus. Dat ik ben er blij mee. En ik heb het natuurlijk, omdat ik vriendin ben, korting erop. Maar hoeveel ga ik jullie niet vertellen. Nee, dat is privé. Ik krijg bij haar gewoon korting. Omdat ik ook een reclame maak. En omdat ik vriendin ben. Ja, dan gaat dat gewoon zo. Ja, en een ander hoeft niet te weten hoeveel korting erop krijg. Nee. Dat heb je wanneer voor iemand reclame maakt. Dan heb je dat gewoon. Ja.
Zo, dan moet ik eerst die rok weer bij elkaar halen. En ik ga mijn koffie opdrinken en ik ga even iets voor mezelf doen. Want ik ben een beetje moe. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. En geniet gewoon weer een beetje mee. En wie weet heb ik het morgen aan. Dat ligt er helemaal aan wat het weer doet. Ik zou vanmiddag ook met de booster even naar de Oude Rijkswerf. Omdat daar nou de kermis is begonnen. Maar dat hebben we met het weekend ook nog wel. En ik geloof de hele week. Dus ja. Het is zomerkermis, de grote kermis moet het wezen, zo groot is die niet. Vroeger was die groter, hè. Toen heb ik jullie ook nog wel meegenomen. Moet je helemaal naar onderen scrollen? Vind je nog ergens een kermis? Toen ik hier nog mee filmde. En met de voorgangers van deze camera, ja. Ja, toen was het veel groter dan het nu is. Dus ik weet niet. Maar in ieder geval, toen stond het op een terrein onder de dijk. Daar ging je ook op een gegeven moment een parkeerterrein. Nou, dat stond met de grote dingen, stond het vol. En dan die hele straat. Ik weet niet. Het staat nou op Cape Holland, maar het is lang niet zo groot meer dan het vroeger ooit was. Ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet. En is bij jullie droog, geniet daar ook van. Ga naar buiten. Ga er volop in. En het is hier nou dan ook wel droog, maar ja, doe gewoon je dingen en wees blij. Ja toch, en wees lief voor elkaar. Vooral ook dat doen. Tot later. Is het lekker, Rijka? Wat heb je daar van vrouwtje gekregen? En wat heeft tante Mario in stukjes gebroken? Een koekie, hè? Een lekker koekie. Ja, en jij hebt hem maar op, hè, Elwing. Elwing! Hallo, nog dan niet. En natuurlijk wegkandelen we aan de andere kant. Ja, ja. En het is nog steeds snert weer. Ja. Ik zei al vanavond tegen Mario. Ik zei, we gaan van de zomer, nee, van de winter naar de herfst. En van de herfst naar de winter. En van de winter weer naar de herfst. En weer naar de winter. We slaan de zomers over. Ja. Wie weet. Nou ja, wie weet gaan we dan van de zomer ooit een keer schaatsen. Ja, wie weet krijgen we dan een stedentocht. Je weet het niet, hè? Nee, vooral met Harp niet. Toch, Mario? Ja. Je weet niet wat Harp doet. Je weet het niet, nee. Nee. Anders. Maar oké, okay, wij genieten eventjes en ik heb daar nog wat te knabbelen. Mario heeft het al op, dus ja, dan dus. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal een heel fijne, liefdevolle avond. En die al half om is, maar dat maakt ook niet uit. En ik zou zeggen, tot daters. Doei, doei. Doei. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Om van jullie natuurlijk uiteraard afscheid te nemen voor deze dag. Want het is alweer heel erg laat. We zitten eigenlijk alweer op de zaterdag, maar het is... Die, daar is het groter. 2:29. Ja, en we zitten al op 6 juli. En vandaag had mijn mama jarig kunnen zijn. Maar dat komt wel na het slapen allemaal. Ja, wij komen nou bij jullie binnenvallen om jullie wel terug te wensen. En lekker slapen met mooie dromen. En ik hoop dat jullie morgen allemaal uiteraard ook gezond uit je bed mogen komen. En ja, jullie weten het. En dat blijf ik gewoon keer op keer zeggen. God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik gewoon tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.